Breda heeft de primeur. De voedsel- en warenautoriteit heeft woensdag de allereerste boete in Brabant uitgedeeld voor roken in de horeca. Dat gebeurde op het overdekte terras bij lunchroom De Pfromberg in winkelcentrum Hoge Vught in Breda Noord. De eigenaar van de lunchroom moet 300 euro betalen. Hij laat het rechter niet bij zitten en stapt naar de rechter samen met 700 andere klein horecaondernemers. Ook in Tilburg is er protest. 25 cafébazen negeren het rookverbod en hebben samen een potje gemaakt om de boetes uit te betalen. Jan Hardenberg van Promberg heeft alle vertrouwen in de afloop. Ik denk dat met december dat klinkt wel de tijd heeft gehad om nu ons te antwoorden. En een gedeelte van de horeca toch terug te draaien. Dus de kleine horeca buiten beschouwing te laten.